aan dingen. Een hele goede middag. We zijn aan dag 2. Als je het voor elkaar hebt. Bij de andere tekst. En voor Chris. Hi. S is er ook. En 2 gin tonics. En 2 gin tonics. En die gaat weer aan de alcohol. Want het zal niet. Nee, met de A. Met de alcohol en water. Ik heb wel water bij. Ja, heel goed. Om heel goed door te spoelen. Ja. Nou, ik ben erg... Van wie is dat weer? Van wie? Minet. Oh ja. Minet. Dus. We gaan het zien. Nou jongens, we hebben net lekker gegeten. We hadden hier zo masseuse. Die heeft de prins even geregeld voor ons. Hier hebben we de meneer. Die is ook de DJ. Ja. Dus als je wil harsen, ook voor mannen. Nee. Hey, we wachten niet meer alleen, hè? Wat? We wachten niet meer alleen. Nee? Nee. Ik zal dadelijk een goede intro voor je maken. Ja? En me best eenzaam voelde en je had toen nog niet echt van die platforms voor moeders die ondernemen. Dus dat heb ik opgericht, geïnspireerd geraakt door een vrouw, Jill Salzman uit Amerika. Ze had een organisatie, The Founding Moms. En ik zag een TEDx-talk van haar, waarin ze eigenlijk deelde met ons dat zij vindt... Oké, we gaan beginnen met de planners. Ja, Whitney, Hodis, Ik prijs ik ook echt voor dat je wint. Wat win ik? Ja, die planning, maar die wil jij zo graag. Ik wil die sieraden. Godver. Ik wil die sieraden. Oh, Mayra! Ja, maar jij kan wel eens die planning gebruiken, hoor. Die sieraden zijn echt mooi. Ik heb alleen die planning. Ja, die planning kan je wel gebruiken, ja. Zei je dat nou echt serieus tegen mij? Ik het nodig heb. Nou, die tijdmanager van je schat vandaag. Het was een uur te laat. Ik stond er iedere keer alleen maar eerst op. Nee, maar jij wilde me komen ophalen. Dat is anders. Dat is zo simpel. Let op. Ik ben eerlijk. Jij hoeft je weer even. Ja, ik heb het geregeld. Maak je niet druk. Zit je te beatsen? Jawel. Nou, jij gaat niet meer mee met mij, hoor. Gewoon die set, wie wil die set winnen? Nee, maar ik vind als je niet enthousiast bent, mag je ook niks winnen, hè? Vind ik. Je kan toch even... Luister, want ik ben hier nog. Daar zijn we weer. Jij hebt wel echt hele mooie sieraden, man. Dankjewel. Kijk, ik voel mijn vingers zijn zo. Is dat groot? Holy vooruitgang. We gaan het hebben over de positie van het Westen in relatie tot gebieden als Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Die hebben al gewonnen. Ja, die hebben al gewonnen. Waarom worden we op dit moment geïnteresseerd in bedrijfsmissie, maar ook vooral in de day-to-day bedrijfsvoering? Ik zie allemaal topbedrijven hier en ik weet dat ik jullie allemaal als deelnemer, als partner welkom. Er zijn genoeg mogelijkheden voor bedrijven om aan te haken als partner. Tussen haakjes, sponsor, noem maar op, hoe je het ook wil benoemen. Onze website, becomeyou.nl. Hele goedemorgen mensen, het is de day after. Ik was gisteren naar de Mom Entrepreneurs Network, als ik het goed zeg, in Amsterdam. Van Marissa Lisse. En het was goed. In de zin van, het was gezellig. Ik heb gesproken met mensen. Ik ben namelijk altijd. Ik ben zeg maar een beetje. Dat is een beetje. Ja, ik vind dat heel eng om zo met mensen te praten. Dat heb ik gisteren allemaal gedaan. Dat ging allemaal goed. Er waren diverse ondernemingen. Of althans, mensen die een onderneming hebben. En dan kon je ook speeddaten. Dan kon je met elkaar in gesprek gaan. En ja, tips van elkaar krijgen. En. Gewoon vertellen over wat je allemaal doet. En ik heb natuurlijk nu de zaak verkocht. Ik zeg eerlijk. Aan de ene kant was ik heel blij toen het was. Maar nu steeds meer mis ik het. Ik mis gewoon die chaos. Ik mis die gekte. Ik mis het druk zijn. Want het was wel gewoon echt, ja, mijn kind, zeg maar. Mijn baby. Dat mis ik heel erg.
Maar aan de andere kant, ik ga nu een hele andere branche in. En ik merk echt dat ik weer echt, waar ik van de wax al jaren erin zat, precies weet hoe het moest. Met personeel, zeg maar, alles wat ik zeg maar had, moet ik nu waarschijnlijk heel anders gaan doen. In een nieuwe branche, met nieuwe dingen. En dat maakt je wel heel erg ontwetend, terwijl je eigenlijk heel veel weet of heel veel hebt gedaan in een andere branche. Dus ik ben nu echt weer een dummy en ik ben echt weer vanaf nul aan het opbouwen. En ik moet zeggen dat ik dat ook wat ik het heel lastig vind. Want dan heb ik zoiets van, weet je wat, geef me wel een ander pand. Ik maak er weer een salon van en ik regel het. Maar dit is wel echt iets wat ik eigenlijk al heel graag wil doen. Echt al heel lang ook. Ik had er ook, ik denk al bijna 9 jaar geleden, heb ik daar mijn diploma ook al voor gehaald. Ik heb laatst een cursus gedaan om het om bij te scholen. En nu ben ik echt en ik ga nog niet vertellen wat het is. Ik ga het wel doen hoor, maar nu even nog niet. Ik moet nog even een paar dingen fine tunen en dan ga ik het vertellen. Dus ja, dat maakt het ook wel weer lastig. En soms denk ik van, oké, moet ik er meer over vertellen? Zijn er mensen in geïnteresseerd? Kan het mensen niks schelen? Ik weet het niet. Dus ja, maar goed. Mocht ze het best leuk vinden, dan wil ik het best delen. En dan wil ik het best meer over vertellen. Want wie zijn er nog meer mensen die interesse erin hebben? En willen ze wel met me werken? Voor me werken? Dat zou ook nog kunnen. Dus ik denk dat ik het in de volgende video ga vertellen. Dat is denk ik wat ik ga doen. Oh. Oh nee, ik zie een hele blauwe auto. Ik dacht dat het dom was. Maar is het niet. Ik was gisteren 12 uur thuis. Precies mijn thuiszet. Ik was zo kapot, hè. Ik had 1 gin gedronken en 2 wijntjes. Nou, jongens, nog even een dans op tafel. En vanmorgen moest ik even werken. En nu... Kijk, ze toevallig daar. Ik moest vanmorgen werken. Wacht, ik moet even parkeren. Wacht even. En nu ben ik van werk. Eventjes 4 uurtjes. Ja, even mijn petten bedenken. Ik ga aan het regen. Dus ik was... Oh ja, ik ging werken. En toen door met de kinderen gaan spelen. Oh, wacht even. Iemand is verdrietig, want ze hadden een date met hun vader. En ik kom mee. Hallo, schatje. Heb je haar zo cool gedaan? Dankie. Zo dan. Je ziet er lekker vrolijk uit en weer van hier. Hi. Hi. Mama kusje? Oké, papa kusje? Kus. Nee. Mama kusje. Oh. Nou, ik krijg dus geen kusje. Ja, dus we gaan eventjes met spelen met de kinderen en dan ga ik weer terug naar werk. Van, dan ben ik al 5 uur, 5 of 9 of zo. En dan ga je naar huis. Wat is dat? Nou, we gaan naar binnen. Waar zijn we? Waarom nee, we zijn in? Wat zei je? Kapelle toch? Een kapelle? IJsselmonde bedoel ik. Ik kan het zeggen, IJsselmonde. Ik kan zeggen dat die man uit Amsterdam komt. Hij is niet van hier hoor. Neem hem niet kwalijk. Nou, we gaan naar binnen. We zijn weer in de auto. Er was geen plek meer. Er stond dat het vol was. Dus ik kon hier naar binnen. Dus even aan het denken. Althans, ik ben eruit dat het regent zo hard. Oké, Ton. Die is even aan het denken voor me. En dan gaan we nu denk ik naar Monkey Town bij Kenisse. Dus dat. Maar goed. Oké.
ik merk dat ik ook niet zo consistent ben met het filmen. En dat komt, soms heb ik gewoon de hele dag niks te doen. Niet dat ik heel veel te doen heb, maar ik ben gewoon thuis en denk van, wat moet je filmen? Wat film je wel? Wat film je niet? Wat is belangrijk? Wat niet? Ik vind het nogal lastig. Ook neem mijn camera mee en is het zo gezellig dat ik vergeet te filmen. Dat heb ik ook gehad. Ik moet daar even beter op letten. Maar goed. We gaan het zien. Ja, je betaalt toch niet. Nee. Ik heb echt een hekel aan het tanken. Het kost geld. Dit is kapot koud. Laat me met rust, man. Nou, ik kan weer even een week er tegenaan. Handig. Nou, ik zou straks even filmen als we in Monkentown zijn. Dus, wat is dat? Ik ben zo geïrriteerd. We gingen tanken, we reden naar freaking Spijkenisse. Ben ik nu op de Spijkenissebrug? Of zeg maar niet op de Spijkenissebrug, maar vanuit de snelweg. Ik weet niet eens waar we zijn. Zou die freaking brug open? Nu is het dus een storing en kan die slagboom niet meer omhoog. Staat ik hier, hè? Zeker al een half uur. Don die was net voor mij en toen, zeg maar, net bepaalde auto was tussen, ging die brug open. Nou, echt, je kan me opvegen. Nou, ik ben er klaar mee, ik heb er geen zin meer in. Het is fris. Nou, kijk, dat is hoe het eruit ziet. Kijk, daar zo, brug open, hier op de Spijkenissebrug. Kan gewoon niet. Het is vreselijk. Allemaal mensen stappen uit. We kijken wat er aan de hand is. Want ze zijn allemaal nieuwsgierig. Ja. En als je goed kijkt achter me. Freaking veel auto's. Dus ik ben. Donner zijn de ballenbak. Als ik al een half uur ben, zo geïrriteerd. Hè. Ik kan het gewoon niet meer aan. Dus ja. We gaan het zo zien. Oké, dames en heren. Ik ben in Spijkenisse. Bij de Monkentown. Ik heb een uur daar op die brug gestaan. Het was vreselijk. Ik wou gewoon bijna huilen. En ik huil nooit eigenlijk. Nee, ik kan zeg maar emotioneel worden. Maar het is niet dat ik huil of zo. Ik kan gewoon zweetogen hebben, weet je toch? Maar ik huil eigenlijk nooit. En ik wilde het gewoon kaart huilen. Want ik had zo'n honger. En ik stond op die brug. En ik dacht van, nou, ik sta hier nog 3 uur zonder eten. Dus ik werd een klein beetje emo. En toen ging die slagboom open. Toen ik met Donald aan het FaceTime was. En toen was ik oh my happy. Ze zei, daar heb ik bestel patat voor. Want ik kom er nu aan. Dus ik ga even kijken of ze dat heeft gedaan. Nou, ik sta een beetje korky hier. Maar het boeit me allemaal niet. Ik ben blij dat ik er ben. Nou, ik ben bij de Monkentown. Woehoe, woehoe. Drinkpauze.
mensen hadden die haar al stemmen. Oh. Ze gingen gelijk weg. Groepen 6, 7 man. Soms hadden het, hè? Soms hadden het. Ja, ja, heb je lekker een spel? Ja. Ik ben nog steeds. Goedemiddag, dames en heren. Het is vandaag dinsdag. Ik ben freaking moe. Ik heb Asia net van school gehaald. Poeka, Asia lekker poeka. Even naar het ziekenhuis, want ik had al 2 keer een afspraak in het ziekenhuis. En ik vergat elke keer mijn potjes in te leveren en bloed te prikken. Ik ben echt chaotisch. Dus ik dacht, nee, ik moet echt gaan, want daar voel ik me opeens weer heel slecht en heel ziek. En nou wil ik wel dat ze me als eerste helpen, dus ik ben nu bij het ziekenhuis, dus we gaan nu even bloed prikken. Ik ga even mee en dan ga ik het naar huis brengen en dan moet ik er wat dingen doen. Als je thuis moet denken. Nou, ik ben even thuis gewerkt, kom. Dus dat. Zijn we aan het lopen? Naar het ziekenhuis toe. Ik haal ze, ja. Goedemiddag, morgen, middag, morgen, dames en heren. Wij zijn in de auto. Ik had eigenlijk hiervoor moeten filmen in plaats van nu pas. Maar we zijn in Brussel. En waar zijn wij? Bij een expo. Maar nu komt het. Ga ik nu al vertellen wat? Nee, ga ik nog niet doen. Ik ga een nieuwe branche in. En hier is dus een expo van in Brussel. Dus voor mijn oriëntatie en informatie ga ik dus hierheen. Dat ik nog meer dingen kan leren. En kijk hoe het ruilt en zout. Mobiele telefoon bevindt zich nog in. Ik was net nog niet zo enthousiast. Want ik belde even met de MDO-arts. En die vertelde me even dat mijn waardes echt nog steeds super kut zijn. Wat ik niet had verwacht, omdat ik me wel beter voel. Vooral sinds ik die pillen gebruik. Die alternatief geneeskunde. Dus ik was een beetje verdrietig. Want we gaan nog even een darmonderzoekje doen om te kijken waar het nou eigenlijk vandaan komt. Maar goed, dat even terzijde. Ik ben heel blij, want we zijn nu hier. Dus dat is er bij mee. Doe die niks met die broodjes te maken we hebben, is bij mee. Nee, dat is het niet. Maar het is niet mijn ding. Het is niet zijn ding. Maar hij is wel voor die support hier. Absoluut. Dat vind ik altijd leuk van hem. Een paar jaar geleden zei ik ook dat ik dit wilde doen. En toen ging hij ook met me mee naar een beurs. Dus ik waardeer dat altijd voor hem. Dat hij altijd met me meegaat. Vind ik gewoon leuk. Nou, we gaan dus nu uitstappen. We zien jullie zo. Hele goedemorgen, middag. Ik weet niet wat het is.
Het is nog een DF-tag. Ik ben gisteren natuurlijk met Donna de Expo geweest. En toen kwam ik naar Rotterdam. En dat ik hoofdpijn en ellende. Dus toen ben ik in bed gaan liggen. Het was erg leerzaam. Ik verwacht er maar mee. Het is vandaag de DF-tag. En kijk, kleine terrorist daarachter. Meisie. Sinarij. Sisi. Wat ben je aan het doen, babe? Hij zit al het. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Hé, huh? Man, anders blijf je hier in de auto. Uit? Pardon? Nou, we gaan heel eventjes naar zijn plek met van de kapper. Daarna heb ik een afspraak. Ik heb vandaag niet echt make-up op. Maar ik vind het wel oké eigenlijk. Dus ik doe even wel een lipglossje op. We gaan even onderbroeken voor Sinarij halen, want Sinarij is bijna zindelijk. Ze poept en plast ook. Hey, het goed is. Hey. Dus we gaan even onderbroek halen. Tot zo. Sinarij wordt opgetild. Ik wil ook wel Sinarij zijn. Nou, we hebben onderbroek gevonden bij de Primark. Sissy. Sinarij was weer vreselijk. Ze ging liggen op de grond. Ik snap het niet, weet je. Ik snap niet waar het misgaat. Ik dacht, ik ga nog even voor mezelf kijken. Ik geef helemaal niks. Want ik schaam me kapot natuurlijk. Ik zie wel dat je oor. Nou, we gaan even snel iets eten. Dan zit ik wel graag een stroopwafel. En ik de appeltas, dus ga ik even kijken bij het uithuizen. Nou, we zijn weer in de auto. Oeh, wat uit naar leeg. Even wachten. Ja, ik ben er weer. Nou, we zitten in de auto. We komen van zijn plein. Nog een goed gekocht in de rij. En ik heb heel... Mama, de rij is weer leeg. Nou, ik moet even staken. Nee. Ja, ik ken het sowieso niet. Ik kan hem ook niet. Onderweg naar Amsterdam. Nee, ik ook. We zijn al in Amsterdam. Oh my god. Het is 10:30. We gaan naar de première van de Paw Patrol. In de Bioscoop Arena. Ik ben met Benner de Eekman. Die is mee. Yeah. Just all that you are. And everything that you do. Arena. Ik heb 3 wimpers op mijn ogen. Eén spits tegen mijn mama. Maar ze ziet er niet uit. Heeft geen wimpers. Ik moet de wimpers gaan doen. Nou, oké. Okay. Maar goed. Ik ben erg benieuwd. Hoe het zou zijn. We zijn al binnen. Eentje mee is aan het appen. En Kian is op de eerste kant bezig. Mis je me een beetje, zegt papa. We zijn op tijd. Kian is er ook.
Heb je er zin in? Jazeker, jazeker. Leuk. Paw Patrol. Nou jongens, we komen net van de filmpremiere. Van de Paw Patrol. En ik ben in slaap gevallen. Dat is echt zo niet goed. Ik ben gewoon in slaap gevallen. Ik val altijd in slaap tijdens de film. En het was net zo ver. Ik val gewoon in slaap. Maar goed. Ja, oké. Okay. We zijn even in de auto, we gingen even instappen. Ja, dus ik ben in slaap gevallen. Don heeft het ontzettend naar zijn zin gehad. Jazeker, dat was leuk. Het was leuk. Don houdt van dit soort films. Hij gaat ook altijd met de kinderen naar de film. Ik ga niet mee, want ik val altijd in slaap. Dus dat. En nu gaan wij naar de stad. Ik ga met mij naar de stad. Even wat eten. Dit heeft me wel echt even goed gedaan, want ik word toch een partij moe. Ik ga wat dingetjes aanzoeken voor de vakantie. Oh. Kijken of we nog wat nodig hebben. Misschien zit er nog iets voor die meiden. Op zich hebben we wel nog genoeg, maar ik ga toch even kijken. Voor nu. Oh, nog een blauwe auto. Oh, leuk. Die is ook mooi. Ja. Is het blauw? Ja, lekker. Die is iets lichter. Hij is lichter, hij is lichter. Een blauwe auto. But anyway. Ik ga even naar de klas. Little brother. Ik heb een broertje gevonden. Ik ga naar de stad. Don gaat even naar zijn zus. Misschien de reis ook bij zijn zus. Ga je de ophalen of niet? Nee, Laffy is er. Oh. Dat is met de OPA. Ik zou eigenlijk eerst ook naar daar gaan, maar ik ga toch eerst even naar de stad. Hij heeft toch een vuur. En dan ga ik, denk ik, ik kan ook met de tram toch, zei je? Ja, is dichtbij. Wat voor tram is dat? 26. Met tram 26 naar Eiburg. Ja. Nou, oh, maar ik weet dan ook even de rest om te lopen. Nee. Nou. Die hand is, Heeft u nou betaald voor niks? Nee, gewoon geen teken. Nou, ik ga even kijken wat ik ga doen. Ik spreek jullie zo! Ik dacht even bij die benen in de stad te komen. Slecht idee. Ik ben daar weer kapot. We zijn in de badkamer. We gaan even dingen passen. En een andere broek passen. Twee broeken. Hier heeft twee broeken. Eentje mee heeft een jurk en twee broeken. Even kijken of het. Oké, ik ben eens met mijn kinderen in de winkel. Zo net een tijdje schurken. Ze lopen nu met de pesten. Ze lopen nu geen om te doen. Ik wil zo snel mogelijk weg hier. Maar ja, Don die is even naar zijn zus natuurlijk. En ik ben daar met de trein, met deze koter. Ze zijn echt in een hele melige bui. Nou, ik heb zojuist vier weken straf gekregen. Nee, maar ik ben het er niet mee eens, mama. Wil je even je toon zakken? Okay. Wil je toon zakken? Anders blijf je 3 maanden in je huis. Waarom? Hoeveel weken is dat, mama? Mama, hoeveel weken is dat? Deze kinderen werken echt op een zenuwen. Ik ben helemaal klaar met wie ik nog één keer hoor. Echt heb ik een vinger in zijn oog. Wil je lachen? Wil je lachen? Eesha. Weet je, je hebt ook een week huisarrest. Nou, ik ga even naar de Primark. Eesha heeft je... Ze krijgt het niet. 2 weken. Wat zei je? Ze krijgt het niet. Wat zei je? In ieder geval. Is mee, doe het even samen. Doe het even samen. Dat kan toch niet? Het gaat me kapot. Ian heeft een broek gekocht. Is mee, even een jurk gekocht en een broek. Mama, dat was het. Dus wat gebeurt je nou net? Er was een kind net in die winkel achter de kassa, een bruin jongetje. Die was waarschijnlijk weggelopen. Dus die cashière van dat jongetje en die praat tegen me. En ze breidt hem. Ze komt achter die kassa helemaal. Kom naar me staan. En staat het jongetje bij mij neer. Want zij dacht zeker, het bruine kindje hoort bij mij. Niet dus, hij was dus gewoon kwijt. Als ongeveer 2 jaar. Wil je naar de pri? Ja! Ja, dus nu als een jongetje... Kunnen we dan niet beter naar achter lopen?
Ja, maar jullie toch goed wat eten, ze gaan daar weer eens uit. Of we gaan even eerst naar de stad en dan komen ze van de piek. Ja, nee, even naar de stad. Wacht. Maar dus, wacht even, dus dat jongetje was dus kwijt, ging Ken achter hem aanlopen. Ik ging met hem praten. Ik ging met hem praten, herinner je niet eens. En uiteindelijk hebben ze zijn moeder gevonden, gelukkig. Maar ja, want ik zei, ik zag gewoon een vrouw die een beetje ontbleek. Ja, dus dat. Maar ja, we zijn even in Amsterdam. En mag ik ook nog de vlog vragen? Waarom vraag je mij niet een week, twee weken? Want ze ging helemaal alsof ze een wind kreeg. Oké, weet je wat? Ik ga aan het kijkers vragen of een week een strafje krijg. Nee. 4 weken of 6 weken. Jullie mogen stemmen. Nee. Ja? Ik moet allemaal vriendinnen van mij. 4 weken of 6 weken. Oké, nou tot zo. Doe het best dicht. Wat ruik je? Ik heb een jonkel. Mag ik even hier kijken? Oké. Okay. Nu kan hij. Dit is niet zomaar een winkel hoor. Wat ga je kopen dan? Ik ga gewoon een paar oké. Hallo. Kijk hier, dus we lopen in de stad. Ik kan niet eens vrij zijn. 1 kote houdt me hier. Mijn andere kote houdt me daar. Ik kan niet eens normaal lopen. Mama, mag ik jullie moeten ophouden. Maar mag ik even vrij zijn? Nee. Dat krijgt u van als je zegt dat we huisarrest hebben. Dan moeten we maar aan jullie hangen altijd af. Maar nee, maar dan moeten we maar aan uw billen plakken. U zegt huisarrest, dat blijft me maar plakken. Hé, dus kunnen we even los. Nee, ik mee, houd u vast met je leven. Ik ben serieus hoor, ik weet niet waarom u lacht. Ik hou er vast. Als ze gaat rennen, je moet je beentje zetten en de vloer. Ik ga gewoon op de grond liggen. Echt van. Oh, je wilt toch kom, gaan kijken of ze hoeden hebben. Yes! Easy Paris! Easy Paris. Hey, hoe heet die iemand be? Hey, hier hebben ze zoveel. Oké, okay, mag ik dan keuze? Ik heb geen telefoon afgepakt. Oké, mag ik? Ja, mijn telefoon is afgepakt. Mijn moeder pakt mijn telefoon af, omdat ze niet aankwam dat ik ga lijken. Ik zit wel daar net dat ik naar buiten ging en dat ik met Anja naar huis zou gaan. Dat is vriendin van mij. Daarna mijn moeder zegt, oké. Ik heb geen enkele tijd gezegd, dat maakt mama er zelf van. Nee, ik heb tegen jou gezegd. Toen ik heb een kwart op 8. Wat zei ik tegen je? Ik belde u. Oké, maar wat zei ik? Ik belde jou, je moes. Ik belde u. Ben je liegen? Kokkelbik. Kijk, je zus is gaaf. Ik belde u. Maar wat zei ik tegen je? Ik belde u. Ben je liegen? Ik burg hier, hè, in Amsterdam. Ik zweer het op mijn telefoon, die ik toch niet heb, maar oké. Ik hoe laat, wat zei ik tegen jou kwart op 8? Dus hij komt naar huis, ik zei... Oké. Ik zei, ik ga met Anja mee fietsen. Ik zei, Anja moet om 9 uur naar huis. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, ik ga met Anja mee. Hé, hey, laat maar. Ze hebben wat gevonden. Bobo, zo'n ijskoffie, Boba. Net als je niet lekker vindt, word ik kwaad. Nee, gewoon linksboven die fruitie. Ik weet wel, maar ik weet niet of het smaakt. Nou, de bestelling is af. Eet je mee een lekkere wafel. Ken heet. Churros. Ik heb het super heet. Behalve dat staat ik een jasje uit vandaag. Die kinderen maken me helemaal gek. Kijk, krijgen ze weer discussies over iets vasthouden. Doe wel. Dank u. Hou jij ook op? Met je droge mond. En? Ma, hou ik goed vast dan. Je wil me nog opdracht geven. Maar straks slapen. Nou, mag ik een slokje? Mag ik ook een slokje? Dan mag jij een slokje. Kijk hoe aardig ik voor u ben, hè. Keer laat de pleidooi omdat ze de telefoon terugkrijgt wilt. Erg een huisarrest. Guess what? Het gaat niet werken. Oké, dames en heren, we zitten bij de tramhalte.
Hallo. We zijn kapot. We zijn gewoon nog hier. Ik weet niet waar we zijn. Dit zijn volgens mij letterlijk die twee winkels. Daar zou ik de eerste voor zijn. Ja, we hebben voor mij twee keer een rondje gelopen. We zijn nergens geweest, behalve de hoek. Ik ben kapot. We wachten op de tram. Want volgens Donker is met de tram als een zus. Dus wij wachten nu op een tram. Ik ga het naar Centraal brengen. Als we op Centraal zijn, gaan we even kijken welke tram we verder moeten. Ik hoop eigenlijk stiekem op Smulders op Centraal. En anders gaan we lekker kapot op Centraal eten. Ja, dat is gewoon. Ik ben kapot. Ik kan niet meer nadenken. Ik zweer het. Mijn voeten zijn helemaal opgezwollen van een beetje lopen. Kan echt niet. Maar goed. Dat is het dus. We gaan een ritje met de tram. Wat vind je ervan dat je met de tram gaat? Voor het eerst in Amsterdam? Ja. Nou. Gewoon super leuk. Wat zeg? Gewoon super leuk. En jij, Evelyn? Ja. Wat vind je ervan? Ik vind het wel leuk, maar ik had het niet van telefoon gehad. Die telefoon kreeg ik voorlopig niet terug. Over maar goed. Hoeveel weken niet? Wil je je stem even heffen? Wil je je stem verheffen? Over 8 weken. Oh, lekker voor je. Lekker voor je. Ik weet niet waar, maar ik heb ook 4 weken huisarrest. Helemaal niet, want ik ga niet. Oké, jongens, we zijn op Centraal. We moesten dus eigenlijk een kaartje kopen in de tram die we dus niet hadden. Maar ja, we mochten 1 halte gratis mee. Je kan dus 2 kaartjes in de tram kopen. Wist het dus helemaal niet. Vervolgens gingen we, zochten we de I-zijde. En wij gingen op de Oostzijde. Wat was het? Ja, we waren bij de Westzijde. In ieder geval, we gingen dus helemaal naar binnen in die fucking treinstation. De rondlopen op Centraal. Toen we daar neer moesten zijn. Om te horen dat het Oostzijde buiten was. Gewoon waar we al waren. Dus nu wachten we op de tram. Ik heb een bloedje heet. Ik heb teringhonger. Maar goed, OC moet ik op de tram. Ik heb kaartje gekocht nu op 19,90 euro OV. Ik ga even kijken hoe dat werkt. Dus jij bent er klaar mee, hè? Ja, mijn tenen zijn moe. Ik kom gewoon weg. Mijn tenen zijn moe? Ja, mijn tenen zijn gewoon moe. Doe eens even mijn tenen. Ja, maar als ik dat door deze zon is, dan kan ik niet mijn benen filmen. Yes, yes. Mijn benen kunnen echt niet meer. Als eerste. Nou, ik ben nog steeds niet op mijn stemming. Ik ben nu even in de boekenwinkel. Ik zal een stemmerk lezen. Ik zie hier een leuk boek. Ik neem meeneem voor Sinarij. Ping. Ping is altijd een goed ding. Heb je wat gevonden? Nou, die meiden zijn even van slag, want ze hebben een boek gevonden. Maar dit erop. Lijkt ook letterlijk op u. Oh, en dit gaat even kitty-kotty. Zo'n boek hadden jullie moeten kopen. Oh. Van Frank. Dat is ook. Maar ook echt. Allemaal leuke boeken. Ik weet niet, dan kunnen we misschien nog niet flex. De tram pakken. Ik ben eruit, dus ik ben gaan. Over de koning. Nou, jullie hebben allemaal een boek. Hier. Ik heb No Escape. Weet je wat ik heb? Wow. Is dat? Oh, ja, maar. Nou, we zitten inmiddels in de auto. Dan heeft ons opgehaald. Dan als ik in voor zo'n boerna. Toen de rij pit. Kun je even daar? Dus deze daar.